Oh, ik hoef daar ook niet naar te kijken. Ja. Yay! Maar... Oh, mensen! Ik heb nu alle vies... Jij hebt nog niet gekotst. Nee, omdat ik gewoon goed ben. De Bean Boozle Challenge doen. Hallo allemaal, ik ben hier met Indy. Wie ben jij? Jouw nichtje. Ja, en wij gaan vandaag iets heel vies doen. Namelijk de Bean Boozle Challenge. Geen idee. Doen we dit echt? Ja. Gaan we dit echt doen? Ja. Voor de mensen die het niet kennen, de Bean Boozle Challenge is een spelletje met een draaischijf en dan moet je een kleur snoepje eten. Maar ja, jullie kennen de jelly beans wel. Het zijn natuurlijk niet de jelly beans van vroeger. Wat voor smaken zitten erbij? Babybillendoekjes, tandpasta, stinkende sokken, hondenvoer en ga zo maar door. Nou, ik weet nog steeds niet waarom ik dit doe. Kots er ook bij. Kots zit er ook bij. Hoe weet je nou hoe kots smaakt? Novi wil er ook graag bij. Ik wil zo graag weten hoe dit wordt gemaakt. Nou, kun je hier aan draaien? Hij draait niet echt, hè? Oh, ja, je moet hem daar ook uithalen misschien. Oké, ja, gaan we maar uit. Dus begin ik? Jij begint. En achter de camera die jullie niet zien zit onze jury. Die wil graag niet op beeld, maar... Zij houdt de score bij, dus als we hem niet doorslikken en uitspoegen in de kotbak, dan krijgen we geen punt. Of krijgen we dan juist wel een punt? Juist niet. En wij hebben ook wat water voor als we... Ik heb geen idee wat we gaan doen, maar we gaan het zien. Ja, ik begin te gaan. Oké, jij gaat beginnen. We zijn er pas. Oké. Hier, deze ook. Die. Je ruikt ook helemaal niks. Nee. Oké, 3, 2, 1. Wat? Dat is die gehele gekleurde. Die hele gekleurde. Oh jee, maar. Of ze heeft stinkende sokken. Ah, oh, nee. Of Tutti Frutti. Dat is deze. Oké. Oké, daar gaat die jongens. Wat heb je? Stinkende sokken. Mond laten zien als je hem leeg hebt. Ja, jury. Heel streng. Ik krijg hem niet door. Oh. Is hij zo vies? Ja! Eén punt! Oh jee. Nu moet ik. Jij. Leg hem wel even neer. Profi. Goeie. Oh, hij wil zo niet echt. Zo ook niet. Waarom draait hij niet? Indraaien. Doe het met je ogen dicht. Die gele, wat is dat? Rotte ei of butter popcorn. Wat is die gele? Deze denk ik. Nou, dan heb ik die andere. Zou je zeggen, tiertje? Ik denk die in die vast heeft. Is het oranje met rood? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik pak het kotse bakje er alvast bij. Oké. Kots, ik ook kots. Wat een pessing. Eten. 3, 2, 1.
witte. De witte is baby billendoekjes of kokosnoot. Ja, maar baby kokosnoot is zo niet lekker. Baby billendoekjes? Gadver, ja. Het is gewoon echt zwitsal in je mond. Nog erger dan zwitsal. Gadver. Het is gewoon net alsof ik echt gewoon de wc in mijn mond. Oké, ik ga vast draaien. Limoen. Limoen. Nu heb jij sowieso een limoen. Tuin, als jij limoen hebt, hè? Heb je limoen? Wat is tuinafval? Waar zou dat naar spannen? Ik heb tuinafval. Wat is nee, gras. Oh. Nou, op zich. Ik vond het zo vies. Ik eet zo vaak sla, dus ik ben het wel gewend. Dat was die gele. Rotte eieren en rotte eieren of? Rotte eieren of? Beboterde popcorn. Rotte eieren en betoverd. Ik sta nu echt. Nee, batterd popcorn. Of dus popcorn met boter. Ja, maar. Oh, mensen! Ik heb nu alle vies. Jij hebt nog niet gekost. Nee, omdat ik gewoon goed ben. Ik ben even van wie het gaat winnen. Oké, dat is de stand. De stand. Nou, let's go, jongens. Oké, ik durf niet popcorn meer. Popcorn of rotte ei? Ik durf niet meer. Je moet. Man up yourself. Rotte ei? Ja. Nou, zeg dat tegen jullie kijkers. Nee, mensen, wij durven niet verder te gaan. Want, zij heeft gewoon echt niks uitgespeeld. Ik echt, even kijken. Wie heeft er gewonnen? 4 keer! Oké, dit is gewoon flauw. Ik. Hoe vies. Nou, dit mogen jullie gewoon even zien. Dat vond ik gewoon even leuk. Maar ja, dan kunnen jullie zien hoe erg het is. Bedankt voor het kijken en tot de volgende Bean Boezel Challenge. Doei! Doei. Nee. Ik ben het. Doei. Ik ben de volgende keer ook weer. Dat was de eindstand. En nu sluiten jullie af.